De eerste testkits die de Vlaamse overheid verspreidt, zijn aangekomen in de woonzorgcentra. Op sommige plaatsen waren die ook dringend nodig. Het was wel zo, maar ja, door schaarste hebben we het niet kunnen doen. Dat inderdaad, moesten we dat wat vroeger kunnen gedaan hebben, dat we toch wel wat doelgerichter konden werken. Maar niet overal is de situatie dramatisch. In bijna 9 op de 10 woonzorgcentra hebben ze geen of weinig besmettingen. Op de tot nog toe warmste dag van het jaar is ook de scheepvaartpolitie uitgevaren. Zij controleert of ook de eigenaars van plezierbootjes geen onnodige verplaatsingen maken. In Parijs zijn sinds vandaag nog strengere coronamaatregelen van kracht. Alle sportieve activiteiten overdag zijn verboden. De Amerikaan Bernie Sanders stapt uit de race als presidentskandidaat bij de Democraten. Dat betekent zo goed als zeker dat Joe Biden het later dit jaar zal opnemen tegen Donald Trump. En Stadaar krijgt van de licentiecommissie verrassend geen licentie voor volgend seizoen. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Wim de Vilder. De eerste Vlaamse woonzorgcentra hebben van de overheid materiaal gekregen om hun bewoners te gaan testen. 85 centra krijgen allesamen 11.000 testkits. Het gaat om 55 woonzorgcentra waar al bewoners besmet zijn. En ook nog eens 30 centra waar nog geen officiële besmetting is vastgesteld. Bij de test wordt via de neus een staaltje afgenomen van het slijmvlies. Dat wordt dan in een lab onderzocht. In De Wijster in Aalbeke, deelgemeente van Kortrijk, zijn gisteravond 45 tests aangekomen om alle bezoekers te onderzoeken. Daar is officieel nog een enkele bewoner besmet. Wat zit daarin? Daar zit daar eigenlijk een mondmasker in, chirurgisch mondmasker, een schort. En dan heb je de kit zelf, waar dat dan handschoenen in zitten en eigenlijk de testkit zelf. En zo zijn 45 van die testkits geleverd voor alle bewoners. Het woonzorgcentrum is lukraak gekozen als onderzoek naar de verspreiding van het virus. Hier zijn officieel nog geen besmettingen vastgesteld. Familieleden zijn opgelucht dat iedere bewoner nu getest wordt. Dat is dan jammer hoe een beetje laat mee begonnen zijn. Dat ze nu ontdekken dat er zoveel rusthuizen, dat er zoveel besmettingen zijn. Misschien moesten ze dat eerder gedaan hebben. Hoe is het met de collega's? Ja, niet gemakkelijk. Ja, waarschijnlijk. In woonzorgcentrum Westervier in Brugge zijn al 15 van de 120 bewoners overleden. 52 zijn besmet. Dit centrum krijgt 230 testkits voor de bewoners en het personeel. Alles staat klaar om morgen al te testen, na aandringen van de directie bij de overheid. Eigenlijk vrij snel, op 20 minuten, hadden wij iemand van het kabinet van minister De Bakker aan de lijn om te zeggen, die testen waren niet voorzien om bij jullie te leveren vandaag. Maar aangezien jullie al zoveel organisatorische voorbereidingen hebben gemaakt, zullen wij vanavond tussen 19 en 20 uur die testen nog laten leveren. En zo krijgen ze wellicht vrijdag al het resultaat en moeten ze niet wachten tot na het verlengde paasweekend. Ik denk niet dat we door die testen nog heel veel in dit huis zullen kunnen wijzigen van beleid. Maar naar bewoners, naar familie toe, waar men al zo lang hoopt om door testen beter te weten hoe zit het, is dat lang om nog een week uitstel te moeten aankondigen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft intussen cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat het beeld in de woonzorgcentra gemengd is. In 87% van de woonzorgcentra zijn er nauwelijks of helemaal geen besmettingen. De situatie is er onder controle. Dat beeld wordt ook bevestigd in een eigen onderzoek van onze redactie. In de andere rusthuizen, waar het dus fout loopt, is minstens 1 op de 10 mensen besmet. En in 55 woonzorgcentra is de situatie heel ernstig. Daar wordt nu iedereen getest, bewoners en personeel. Een lijst vindt u terug op onze website vrtnieuws.be. Een voorbeeld van een woonzorgcentrum waar de burgemeester zelf het heft in handen heeft genomen, is in Wichelen. Daar hebben ze meteen, nog voor de lockdown, ingegrepen, onder meer door vroeg te testen. Dag, meneer.
De moeder van Martine is een van de 110 bewoners van het woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen. Zij is vorige week donderdag getest op corona. Gelukkig is ze negatief bevonden, dus dat is echt, als je die telefoon krijgt, een last dat van je schouders valt, ongelooflijk. En nu had ik zoiets van, ik moet haar zien. Ja, niet alleen haar moeder, maar ook een pak andere bewoners en personeelsleden zijn hier de voorbije maand getest, meteen na de eerste besmetting, op vrijdag 13 maart. Op dat ogenblik waren er geen toestemming om te testen. Er waren ook geen mogelijkheden. Maar wij hebben het geluk gehad van toch een labo te vinden waar wij heel sterk beroep konden op doen om te testen. En dat testen heeft ons mogelijk gemaakt van positieve patiënten apart te leggen van de andere patiënten. En dat is niet de enige maatregel die ze hier meteen genomen hebben. Het woonzorgcentrum is zich samen met de burgemeester eigenlijk meteen beginnen organiseren zoals een ziekenhuis. Alle afdelingen zijn hier fysiek gesplitst en hebben een aparte ingang via een container. De polyvalente ruimte die eigenlijk de COVID-unit is geworden, waar wij 20 kamers geïnstalleerd hebben, aparte kamers met een firma die dat komen doen is met tussenschotten zoals op standenbouw. Waar dat wij toch wel belangrijk vonden dat iedereen zijn eigen afgeschermd deel had. Ook naar de verzorging toe is er gezorgd voor privacy. Het centrum in Wichelen werd nogthans zwaar getroffen. Hier zijn al 9 mensen gestorven sinds de uitbraak. Maar net dat heeft ervoor gezorgd dat er snel is ingegrepen en dat lijkt te lonen. Wij zien ook al een afvlakking in ons curve, niet alleen in de Belgische curve. Wij zien ook dat wij nu op een soort van plateau gekomen zijn, waar we zelf mensen hebben die terug naar de afdelingen kunnen. En wie dat allemaal betaalt? De gemeente zelf. Eerst ingrijpen, dan pas de centen. Neem uw verantwoordelijkheid op het moment dat je met het probleem zit. Doe de investeringen die je moet doen en ga daarna lobbyen dat je het geld krijgt van die investeringen. De bevoegde minister voor de woonzorg centraal, Wouter Beke, houdt vanavond overleg met de sector. Aan die videoconferentie neemt ook Vlaams minister-president Jan Bon deel en de vertegenwoordiger van de zorgsector. Onder hen is ook Margot Kloet, de topvrouw van Zorgnet Icuro, die hier gisteren in onze studio kritiek had op de aanpak van de Vlaamse regering. Michael van Drogenbroek, jij staat aan het kabinet van Wouter Beke. Heeft die vergadering al iets concreets opgeleverd? De vergadering zelf is nog altijd volop bezig. Wim, dat is ook de reden waarom Wouter Beke hier zelf geen toelichting kan geven, wat wel de bedoeling was. Hij legt er in elk geval een noodplan op de tafel, een soort van 10-puntenplan, waar heel veel aspecten in staan, verduidelijkt worden, waaraan gewerkt gaat worden. Onder meer hoe het kan of hoe het zal gebeuren dat mensen uit ziekenhuizen die daar nu niet meteen aan de slag zijn, kunnen gaan bijspringen in die woonzorgcentra. Wat er onder meer in die woonzorgcentra moet gebeuren met bewoners die besmet zijn en hoe dat moet dan met mensen die niet besmet zijn. Maar natuurlijk ook, en dat is misschien het meest cruciale, hoe dat nu moet gebeuren met die testkits. Want dat is natuurlijk het punt waar het allemaal om draait. Wie zal er getest worden? Er zijn vandaag meer dan 11.000 van die testkits verdeeld. Maar goed, er wonen meer dan 80.000 mensen in Vlaanderen in zo'n woonzorgcentrum. Je hebt ook al die personeelsleden. Het zijn allemaal dingen die in dat 10-puntenplan vervat zitten, maar dus de echte detail daarvan hebben we nog niet. En hoe komt het dat die problemen in de rusthuizen vooral nu aan de oppervlakte komen, deze dagen? Ja, het is in elk geval zo dat er heel snel geschakeld is. Het was denk ik 12 maart toen beslist is om geen bezoek meer toe te laten in die woonzorgcentra en in die rusthuizen. Een beetje om te verhinderen dat het virus naar binnen wordt gebracht. Maar sindsdien is er weinig, of lijkt het in elk geval, dat er heel weinig aandacht is besteed. Er is een gebrek lang geweest aan beschermend materiaal, aan mondmaskers, aan schorten ook. Er zijn die testen die nu pas worden verdeeld. Er is dat tekort aan personeel. Het personeel van de woonzorgcentra zelf, die ook aan de alarmbel trekt. Nu is er dus dat noodplan. Ja, het is wel 8 april. De eerste dode in een woonzorgcentrum in Vlaanderen was midden maart. Het is er nu. Er komt ook een taskforce. Maar je zou kunnen zeggen, dat is misschien wel laat allemaal natuurlijk. Dankjewel, Michael. En blijf het volgen daar, die vergadering met Wouter Beke. In het Vlaams parlement moest minister Beke vanmiddag vragen beantwoorden van parlementsleden. En hij lag er zwaar onder vuur van de oppositie. Volgens de oppositiepartijen heeft Beke veel te laat gereageerd. Meer dan 600 doden, te weinig beschermmateriaal en te weinig personeel.
De corona-epidemie treft de woonzorgcentra hard. De Vlaamse oppositiepartijen vragen daarom een noodplan aan bevoegd minister Beke. Collega's, er speelt zich eigenlijk een drama af in onze rusthuizen. Het is een uitslaande brand die we dreigen niet onder controle te houden en te krijgen. In sommige rusthuizen, meneer de minister, is het nu al te laat. Vlaams Belang wil zelfs dat minister-president Jan Bon ingrijpt. Wij hebben eigenlijk geen vertrouwen meer in u, meneer de minister. En wij willen dat er nu onmiddellijk een noodplan voor onze woonzorgcentra wordt opgericht. En dat u, meneer de minister-president, daar de kar trekt, want het is echt nodig. Maar mijn totaalplan is nu klaar, antwoordde minister Beke. Een plan met 10 punten, onder meer over coronatests die prioritair naar woonzorgcentra moeten gaan en ook extra ondersteuning uit de ziekenhuizen. Corona helemaal buiten de rusthuizen houden lukt niet, zegt Beke. Ik kan natuurlijk de woonzorgcentra dichtmetselen. Ik kan ervoor zorgen dat er niemand niet meer binnen en buiten komt, dat het personeel niet meer naar huis gaat. Is het dat wat we willen? Nee. En dus moeten we zoeken naar bijkomende maatregelen. Al vindt de oppositie dat het noodplan van Beke nu hoe dan ook te laat komt. En dan onze dagelijkse blik op de cijfers. 205 nieuwe overlijdens zijn er vandaag geregistreerd, waarvan 95 in de ziekenhuizen. Wat het totale aantal brengt op 2240 mensen die overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. 487 nieuwe patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen, wat het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen brengt op 5.688. 1.276 besmette patiënten worden verzorgd op intensieve zorg. En in totaal hebben nu al 4.681 mensen het ziekenhuis verlaten. En bij ons Stefan Gucht, de bekendste viroloog, of een van de bekendste, moet ik zeggen, van het land. U zei vanochtend op de persconferentie die u elke dag geeft, een piek lijkt zich af te tekenen. Wat bedoelt u daarmee? Ja. Wel, elke epidemie heeft een begin en evolueert dan naar een piek, naar een maximum activiteit en begint dan weer te dalen. Daling zien we nu? Wel, we zien zeker toch al een piek. Of het kan zijn dat het misschien nog een tijdje een plateau blijft. Maar ik denk dat het mogelijk is dat we de komende dagen toch stilletjes gaan beginnen dalen. Of schoon, als we naar de ziekenhuisopnames kijken, vandaag was daar toch wel weer een stijging, hè? Ja, dat klopt. En dat zal nog een beetje met horten en stoten gaan, hè. Op en neer. Maar je moet de trend over iets langere perioden bekijken. En die ziet er eigenlijk wel gunstig uit. Maar we hebben nog een hele weg af te gaan, hè. Die neergaande fase die kan nog heel lang duren. Die kan heel traag zijn. En dat blijft ook een gevaarlijke fase. Want als we maatregelen lossen, lopen we het risico dat het virus onmiddellijk weer opflakkert. Ja, wat wel goed is ook, voor het eerst is het totale aantal patiënten in ziekenhuizen, wanneer we even niet alleen naar intensieve kijken, maar het totaal aantal patiënten in de ziekenhuizen, dat is gedaald ook. Ja, dat is daar ook een indicator van, hè. Dat is eigenlijk een functie van de instroom, de nieuwe patiënten, en de uitstroom, mensen die genezen zijn of jammer genoeg overlijden. Dat komt er ook bij. Maar we zien eigenlijk voor het eerst dat er minder patiënten binnengekomen zijn dan dat er buiten gegaan zijn. En dat is een goed teken wel. Ja, maar u heeft ook gezegd op de persconferentie vanochtend, de situatie in de woonzorgcentra die is precair. Ja. Betekent dat dat het in de ziekenhuizen beter gaat, maar dat in de woonzorgcentra volgens u misschien het ergste nog moet komen? Wel, in de ziekenhuizen is er nog altijd heel veel werk en belasting. Maar daar lijkt het toch een beetje te stabiliseren nu. De woonzorgcentra, ja, we zien die overlijdensstatistieken. Hè. Daar zitten heel veel overlijdens bij van buiten de hospitalen, vaak in woonzorgcentra. En dat is toch wel verontrustend. Ik denk dat dat ook een beetje getriggerd heeft om nog meer actie te gaan nemen nu. En ik denk dat we toch echt moeten opletten dat daar niet meer uitbraken gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Want het zijn echt heel kwetsbare mensen. En het is heel moeilijk om een uitbraak te controleren in zo'n gesloten omgeving. Ja, ja. Het 10-puntenplan dat Wouter Beke vandaag heeft voorgesteld, dat houdt onder meer in dat personeel van de ziekenhuizen nu naar de woonzorgcentra zal gaan om mensen daarbij te staan, op te leiden. Een goede zaak? Zeer goede zaak, denk ik. Ziekenhuizen zijn hier echt op getraind. Die hebben specialisten, hygiënisten, die zich echt, ja, die weten alles van hoe je infectie moet voorkomen, controleren in een ziekenhuis. En eigenlijk kunnen ze die kennis perfect ook toepassen in een woonzorgcentrum. Ik denk dat dat heel nuttig kan zijn. Ja, ja. Er is veel te doen, hè, om het feit dat maar een deel van de woonzorgcentra kan getest worden. Kan u nog eens heel begrijpelijk voor ons uitleggen waarom dat testen precies zo
belangrijk is? En waarom is het terecht dat daarover zoveel bezorgdheid is? Ja. Wel, meten is weten. Het is zo dat niet iedereen die koorts ontwikkelt en hoest een covid-patiënt is. Volgens onze statistieken is dat maar in 30% van de gevallen op het moment, op dit ogenblik. Dus sommige mensen hoesten of ontwikkelen koorts omwille van een ander virus of een andere reden. Dus daarom alleen al is het belangrijk om precies te weten wat er aan de hand is. Ik denk dat het nuttig is om in een woonzorgcentrum ook een onderscheid te kunnen maken tussen mensen die de infectie hebben en zij die ze niet hebben, zodanig dat je een scheiding kan maken. Ja. Dat je het virus echt apart gaat houden van de mensen die nog niet besmet zijn. Zoals in het ziekenhuis eigenlijk. Exact. Tot slot misschien op de persconferentie heeft u vanochtend, of uw collega tenminste, ook een soort van woord van dank uitgesproken tegenover jongeren. Ja. Waarom? Wel, ik denk dat zij het over het algemeen eigenlijk wel heel goed gedaan hebben tot nu toe. En dit is echt wel zwaar voor hen. Hè. Jongeren die willen samen zijn, die willen spelen, feesten, sporten. Zeker nu in de paasvakantie. Zeker nu in de paasvakantie, zeker met het goede weer. En we merken toch dat er toch heel wat discipline is, ook bij de jongeren. En ja. En ja, we kunnen daar alleen maar dankbaar voor zijn. En we mogen dat echt niet onderschatten, die inspanning. Maar het betekent niet, tot nader orde, dat kinderen nu zondag met Pasen chocolade-eieren mogen gaan rapen in de tuin van de grootouders? Nee, liever niet. Nee. Ja. Dat is duidelijk. Dank u wel, meneer Van Gucht. Belangrijk politiek nieuws dan uit de Verenigde Staten. Bernie Sanders trekt zich terug als presidentskandidaat voor de Democraten. Voor Sanders, die intussen 78 is, was het al de tweede keer dat hij een gooi deed naar de nominatie bij de Democraten. De senator staat bekend om zijn uitgesproken linkse standpunten en hij stapt nu dus uit de race. Dat betekent dat voormalig vicepresident Joe Biden de enige overblijvende democratische kandidaat is om het in november op te nemen tegen huidig president Donald Trump. Please also appreciate that not only are we winning the struggle ideologically, we are also winning it generationally. The future of our country rests with young people. And in state after state, whether we won or whether we lost, the Democratic primaries or caucuses, we received a significant majority of the votes, sometimes an overwhelming majority, from people not only 30 years of age or under, but 50 years of age or younger. In other words, the future of this country is with our ideas. Björn Soen is in New York. We horen Sanders vooral zichzelf op de borst kloppen. Waarom is dit dan toch het moment waarop hij beslist om er de brui aan te geven? Wel, er was geen pad meer naar de nominatie natuurlijk. Hij lag al meer dan 300 afgevaardigden achter om het te kunnen halen op de conventie. Gisteren was er ook nog een verkiezing die in chaos en verwarring heeft plaatsgevonden in Wisconsin. Daar ook lag hij 15% op achterstand in de peilingen. De meeste voorverkiezingen zijn uitgesteld met een maand, met twee maanden. Dus er was eigenlijk geen mogelijkheid meer om nog die nominatie binnen te halen. En hij voelde het al lang aankomen, maar hij wilde in die strijd blijven omdat hij denkt en dacht dat zijn agenda belangrijk is om mee te delen aan Joe Biden, de uiteindelijke kandidaat. En wat zal de coronacrisis nu doen voor de overblijvende kandidaat Biden? Vergroot die crisis zijn kansen tegenover Trump of juist niet? Dat hangt er allemaal vanaf. Die coronacrisis hakt er stevig in hier. We zitten hier al aan meer dan 500.000 besmettingen, 12.000, 13.000 doden en het loopt verder op. Dus die heftigheid daarvan zal bepalend zijn voor het lot van Donald Trump. Hoe kwalijk zullen kiezers hem nemen dat hij zo laat in actie is gekomen? Want blijkt nu dat er een rapport bestaat van de inlichtingendiensten waarin eind november al zou zijn gemeld dat er een epidemie aan het rondwaren was in China die mogelijke gevolgen kon hebben voor de hele wereld. Dus dat hangt ervan af hoe de economie het zal doen ook. Hoe erg zullen de mensen lijden? Hoe groot wordt het noodplan? Vandaar dat Donald Trump ook pleit voor nog een extra noodplan. Omdat hij weet, als de mensen een dunnere portefeuille hebben en hun leven is er slechter aan toe, 4 jaar na zijn verkiezing, dan is zijn lot bezegeld, denk ik. Maar de vraag zal zijn, hoe sterk is Joe Biden? Want hij komt er nauwelijks aan te pas in deze coronacrisis. Hij krijgt amper zendtijd. De gouverneurs krijgen al die zendtijd. En dus kan Joe Biden zich niet profileren als de redder van de natie. Het is nog 7 maanden, Bim, dus kan nog heel veel gebeuren. Dankjewel, Björn.
En de huidige president, Donald Trump, wijt het feit dat zijn land zo hard getroffen wordt door het coronavirus aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij dreigt ermee de financiële bijdrage van de Verenigde Staten aan de Wereldgezondheidsorganisatie te bevriezen. Volgens Trump heeft de WHO niet op de juiste manier gereageerd op de uitbraak van het virus in China eind vorig jaar en heeft de organisatie te veel vertrouwd op informatie die ze kreeg van de Chinezen. De WHO is een deel van de Verenigde Naties, een wereldorganisatie, en ze adviseert de verschillende landen over hoe om te gaan met de pandemie. We're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it and we're going to see. It's a great thing if it works, but when they call every shot wrong, that's no good. So is the time to freeze funding to the WHO during a pandemic? No, maybe not. I mean, I'm not saying I'm going to do it, but we're going to look at it. You did say that. No, I didn't. I said we're going to look at it. We're going to investigate it. We're going to look at it. But we will look at ending funding. Ja, van op 10 meter ga ik al een beetje naar links. Ik rijd nooit niet te kort in de spoor of zo. Hè. Dan ga ik naar links en dan ga ik vanzelf. Ik volg hem eigenlijk. Hè. Hij is mijn voorbeeld. Ja, ja. Officieel moet het 1,5 meter zijn. Maar bij het sporten in coronatijden kan je maar beter zoveel mogelijk afstand bewaren van andere sporters. Dat heeft een onderzoek van de universiteiten van Leuven en Eindhoven aangetoond. Bij het kruisen van andere mensen of wanneer je achter andere sporters loopt of fietst, kan ook een besmetting worden doorgegeven. Al merkte onze reporter dat de meeste mensen zich daar wel van bewust zijn. Vlaanderen sportland meer dan ooit nu we wat meer tijd hebben. We bewegen of sporten vaak alleen of met z'n tweeën en houden duidelijk rekening met de sociale afstand. Hoe sneller we bewegen, hoe groter de afstand moet zijn. Als je gaat wandelen of lopen of fietsen en er loopt iemand voor jou en die persoon hoest, dan kan het zijn dat voordat die druppeltjes de grond bereiken, dat jij als volger door die wolk loopt en die druppeltjes inademt of op je gezicht krijgt of op de rest van je lichaam. En daarom moet naargelang die snelheid hoger wordt van het wandelen, van het lopen, van het fietsen, zal die afstand ook wat hoger moeten zijn. De lopers en fietsers die wij zien zijn voorzichtig en houden er rekening mee. Wij volgen meestal achter elkaar. Voor ons lijkt dat het meest logische. Ja, gewoon meer afstand houden, sowieso. Als je voorbij steekt, langs de kant van de baan. Proberen, ja. En als je achter iemand fietst, er niet achter blijven hangen, maar gewoon inhalen of afstand houden? Ik kan zelfs met een adem in als ik iemand voorbij steek. Of anders, al is te warm, doe ik zo al eens, ja. Op tijd voor sorteren, je pad kiezen ruim van de mensen die je inhaalt. Zo hoort het ook bij het kruisen van tegenliggers. En dat is vooral de zaak om eigenlijk voldoende snel voor te gaan sorteren, zodat je inderdaad uit die slipstream blijft. En dan kun je op 1,5 meter afstand die persoon eigenlijk voorbij fietsen of voorbij wandelen. Paasvakantie en temperaturen tot 24 graden. Normaal gezien zouden de stranden aan onze kust dan vol liggen met zonnekloppers, maar nu natuurlijk niet. Ook de strandzone aan de Blaarmeers in Gent ligt er leeg en verlaten bij. Het grootste deel van het strand is afgespannen met een lint. Niemand mag er het water in, behalve de eenden. Blijven liggen in het zonnetje mag ook niet. Veiligheidsagenten houden een oogje in het zeil. En voor ouders is het niet eenvoudig om hun kinderen met dit weer uit het zand te houden. Dat is zeker een opgave om hem weg te houden bij het water en bij het zand. Maar ja, het is, we moeten het ermee doen met het stukje strand die nog beschikbaar is. Dus we kunnen eens met de voeten in het zand en dat is ook eens plezant. Een plezante afwisseling. Nee, Sam? Nee, ik heb het graag leeg. Nou, ik hoef die drukte niet. En ik vind het prachtig zo. Ik kom hier iedere dag. Het mooie weer nodigt ook uit om verfrissing te gaan zoeken op het water. Evenwel, ook pleziervaart en watersporten zijn tot nader order niet toegelaten. De scheepvaartpolitie houdt daar nauw toezicht op. En tot nog toe zijn er weinig tot geen mensen die zich toch op het water wagen. Dat kon onze ploeg vaststellen, die samen met de scheepvaartpolitie van Gent op patrouille ging. Normaal gezien is de paasvakantie de start van het pleziervaartseizoen. Zeker met dit weer kan het dan gezellig druk zijn op de toeristische leien in Gent. Maar nu dus niet. Er is geen plezierboot of kajak te bespeuren.
Het is dus heel uitzonderlijk. Hè. Je ziet het zelf. Ja, dan maakten we niet dikwijls mee dat het zo rustig is. Natuurlijk, we hebben wel preventief is er dus een gewaarschuwd naar alle mensen toe dat het dus absoluut verboden is om enige vorm van pleziervaart te beoefenen in deze periode. Maar ik denk dat hier iemand is. Goedemiddag. Schipvaartpolitie. Alleen wie voor zijn beroep vaart, mag dat nog. Zelfs gewoon aan boord zijn van je plezierboot mag niet. Tenzij je er ook op woont, natuurlijk. We waren gewoon een keer aan het kijken en omdat uw boot open stond, dat koude muziek. Ja. Zij, nu ga ik toch een keer kijken. Goed. Maar jij zei gewoon een keer aan uw boot aan het checken of zo. Onderhoud. Ja. Je weet, met de coronamaatregelen dat je helaas niet mocht varen. Maar ik begrijp dat je wel een keer een check moet doen, hè. Geen probleem. Ook op en vlak naast het water houden de meeste mensen zich mooi aan de regels. Meer dan een waarschuwing moet de scheepvaartpolitie deze dagen niet geven. Juist even om te melden dat jullie wel moeten verder fietsen. Ja? Mogen we even 2 minuutjes rusten, maar niet te lang. Goed? Dank u wel. Dus in normale omstandigheden hebben we wel wat meer aandacht op het water. En moeten we meer controles doen en moeten we meer tussenkomen bij incidenten. Maar bij deze geval natuurlijk is het zo uitzonderlijk dat er praktisch niks op het water beweegt. We zijn er dus enkel voor te kijken als de mensen dit naleven. En dat valt bijzonder goed mee. Op dit ogenblik zitten 1.250.000 mensen in ons land in het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Dat is een record. Door de maatregelen tegen het coronavirus sluiten heel wat bedrijven de deuren. De tijdelijk werklozen krijgen via de RVA een uitkering. De 3 vakbonden en de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen brengen de dossiers in orde. En dat loopt relatief vlot. 70% tot 80% van de tijdelijk werklozen heeft al een uitkering gekregen. Welke maatregelen van de overheid kunnen u wat financiële ademruimte geven? De maatregelen verschillen voor werklozen, zelfstandigen, gepensioneerden en bedrijven. U vindt een uitgebreid overzicht op onze vrtnieuws.be-website. Heel wat mensen die nu geen job hebben, springen tijdelijk bij in sectoren waar nu handen tekort zijn. Voor seizoensarbeid bijvoorbeeld, of in de voedingssector of de verzorgingssector. Vlaams minister van Werk, Hilde Krivits, lanceerde samen met de VDAB de COVID-19-oproep om bedrijven aan te moedigen om tijdelijk mensen in dienst te nemen om pieken op te vangen. En dat heeft al bijna 2000 vacatures opgeleverd. De bramenplantjes moeten stuk voor stuk worden opgebonden. Dat is een van de vele taken waarvoor hier seizoensarbeiders worden ingeschakeld. Vaak uit Oost-Europa. Maar die zijn er nu niet. Gust wou graag aan de slag. Door de coronacrisis heb ik momenteel geen werk. En ik wou eigenlijk toch iets doen om mij bezig te houden. Ik vind het wel plezant, het is keigoed weer. Dus ik kan wel genieten van het zonnetje. En gewoon moeten allemaal een steentje bijdragen. Hè. Het bedrijf heeft nu studenten en tijdelijk werklozen in dienst. Ook Jonas had pech. Hij had net ontslag genomen en zou aan een nieuwe job beginnen. Door de coronacrisis ben ik dus niet op gesprek kunnen gaan. En daardoor heb ik nu al een aantal maanden, zal ik zeggen, door de corona, dus eigenlijk geen werk. En ben ik dus hier tijdelijk begonnen. Dus, en dat is wel fijn. Vooral in de voeding en land- en tuinbouw is er vraag. Maar uiteraard ook in de zorgsector. Hier wilden ze een extra ergotherapeut om de bewoners te entertainen. De verrassing was eigenlijk groot na het plaatsen van de vacature. 2 dagen nadien hadden we meer dan 10 reacties, wat dat toch wel een mooie respons was. Ik werk als freelance teambuilding, maar dat ligt volledig stil nu. En omdat ik toch liever bezig ben dan thuis zit, ben ik hier komen solliciteren. Wat toch leuk is om nog altijd met mensen bezig te zijn en toch die teambuildings een beetje hier in het rusthuis te kunnen integreren. Hier en daar kunnen de tijdelijke werkkrachten misschien ook vast aan de slag. Maar voor de tuinbouwsector blijkt dat niet vanzelfsprekend. Er zijn veel mensen die ook kantoorwerk doen en ander werk, die niet meer gewoon zijn om landbouwactiviteiten echt te doen. In weer en wind weliswaar. En ja, fysiek is het ook niet te onderschatten. De zusters Sacramentinen in Hassel in Halle zitten ook zonder werk, zoals zoveel andere mensen op dit ogenblik. Normaal bakken zij hosties voor misvieringen in Halle en omstreken. Maar door de coronacrisis ligt de productie stil en dus ook hun inkomstenbron. In deze tijd van tijd wordt er hard gewerkt aan de hosties voor de parochies. Jammer genoeg is dat nu allemaal in duinen gevallen met die virus. Dus ja, het is allemaal leeg. Het staat alleen. De bakkerij van de zusters Sacramentinen in Halle ligt er verlaten bij.
Normaal zijn de zusters hier 4 dagen per week in de weer met water en bloem. Zeker rond Pasen is het hier erg druk. Normaal gezien komen dan alle parochies eigenlijk een voorraad hosties halen, omdat dan heel, heel veel mensen komen voor de heilige mis en ook voor een paasplicht te doen. Maar nu er geen misvieringen meer plaatsvinden in de kerken, zijn er ook geen hosties meer nodig. Voor de zusters is het wel de enige inkomstenbron. Ze zijn nu dus technisch werkloos. Het doet me eigenlijk wel pijn. Want ja, ik sta hier graag. Ik werk hier graag. Het is een beetje raar om te zeggen, maar op de duur krijg je een band met de machine. Dat is eigenlijk iets moois dat we kunnen geven aan de kerk. En wij doen het ook al biddend. En we weten het ook dat onze hosties eigenlijk heel goed zijn. Die zijn gemaakt juist van bloem en water, zonder kleurstoffen of bewaarstoffen. Maar de grote hosties komen wel nog van pas, tijdens de missen die de priester hier via Facebook opdraagt. Neem en eet hiervan, gij allen, want het is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. De voorraad hosties blijft sowieso nog 6 maanden goed. Maar hoe vullen de zusters ondertussen hun dagen? In de plaats moeten wij dubbel hard bidden. En ook zoals vele anderen. Schoonmaken. We gaan aan de schoonmaken een beetje iets extra schoonmaken. Maar het eerst gaat het gebed bij ons. En daarna is de schoonmaken. Dus het gebed gaat voor alles bij ons. Lente schoonmaak, ook geen slecht idee nu. Het vrachtvervoer per spoor slaat alarm, ook wegens financiële moeilijkheden. Vrachtvervoer per spoor mag weliswaar blijven rijden om de economie niet helemaal lam te leggen. En het is ook nodig. Denk maar aan de bevoorrading van voeding en medicijnen. Maar omdat veel productiebedrijven sowieso moesten sluiten, is er toch veel minder vrachtvervoer dan anders. Dit is het tweede grootste rangeerstation van Europa. En wat u hier achter mij ziet, is vrachtwagens die toekomen en hun cargo wordt overgezet naar het spoor. Vanwaar dat we eigenlijk treinen samenstellen richting Europa, richting het binnenland van België, maar ook richting de haven waar het dan maritiem verspreid wordt. Deze plek in de haven van Antwerpen is dus een draaischijf om de bevoorrading in Europa op peil te houden. Het spoorvrachtverkeer is goed voor 10% van het transport in België. We blijven een vitale sector en we blijven ook zoveel mogelijk treinen rijden over heel Europa. Het eten op je bord, de medicijnen die je slikt, ontsmettingsmiddelen voor je handen, heel veel daarvan komt via het spoor. Maar in coronatijd gaat het minder evident om goederen ter plekke te krijgen. Het loopt niet zo vlot als dat het bij ons normaal gezien loopt. Als we de grens overgaan, meer controles als we met onze wagen naar het buitenland moeten. We hebben er wel papier voor gekregen dat we zo min mogelijk tegengehouden worden. Dat we zo min mogelijk tijd verliezen. Maar ja, het zijn andere tijden. Bovendien is het wel zo dat een aantal bedrijven natuurlijk gestopt zijn. Denk maar aan de auto-assemblage, wat toch wel een volumevermindering betekent van 20-30%. Wij vragen wel zekerheid over de bestaande steunmaatregel en we vragen ook wel een verlaging van de kosten om op het spoor te rijden, net zoals het geval is in onze buurlanden. De sector krijgt momenteel 14 miljoen euro aan steunmaatregelen voor duurzaam transport. Ze vraagt de federale regering die te verlengen om te overleven. Luchtverkeersleider Skies, een autonoom overheidsbedrijf, klopt ook aan bij de federale overheid voor steun. Doordat het vliegverkeer nagenoeg stil ligt, ziet Skies zijn inkomsten fors teruglopen. Die inkomsten komen normaal uit bijdragen die de luchtvaartmaatschappijen betalen voor de dienstverlening van de luchtverkeersleider. Maar de vaste uitgaven bij Skies, zoals de lonen, lopen gewoon door. Skies schat het tekort nu al zeker op 100 miljoen euro. De overheid bekijkt een Europese aanpak. Ook de aardappelsector gaat steun vragen. Door de verplichte sluiting van de horeca is een belangrijk deel van de afzetmarkt voor aardappelen weggevallen. Veel aardappelboeren komen daardoor in de problemen. Gevreesd wordt dat tot 750.000 ton aardappelen, dat zijn zowat 30.000 vrachtwagens, moeten worden vernietigd. Dat is zowat een zesde van de oogst ook. Elke aardappel die weggegooid wordt, is er één te veel. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik verzeker u, wij zijn ook op dit moment aan het kijken met al onze bedrijven of we nog instrumenten hebben om eventueel die aardappelen toch op een of andere manier nog een waarde te geven. En ik heb ook begrepen dat bij de overheid daar steun mogelijk zou zijn om zo'n project
dat een stuk duurzaamheid inhoudt in deze moeilijke tijden ook tot stand te brengen. En dan nog een sector die we nog niet zo vaak belicht hebben hier. Ook in de asielcentra moet iedereen zoveel mogelijk binnenblijven. Maar de mensen wonen er heel dicht op elkaar en dus is afstand houden echt een uitdaging. In het asielcentrum van Broeghem wonen 400 mensen, onder wie 40 kinderen. Becky is 10 jaar en komt uit Nigeria. Ze verblijft samen met haar moeder al 2 jaar in het asielcentrum van Broeghem. Het centrum is heel groot. We zijn hier met 400 mensen. En in de kamers zijn er bijna altijd 4 mensen. En ik en mijn mama slapen apart. Het centrum heeft preventief mensen met een hoog risicoprofiel verhuisd naar lokale opvanginitiatieven waar minder mensen bij elkaar wonen. Ook in het centrum zelf nemen ze maatregelen. Ze moeten een kamer delen natuurlijk, dat is niet altijd eenvoudig. Nu, ook daar proberen we aan de hand van affiches en door hen aan te spreken erop te wijzen dat ze ver genoeg van elkaar blijven. De bedden staan ver genoeg uit elkaar. We raden ze ook aan om hun gezicht naar de andere kant te slapen. Bijvoorbeeld die kleine dingen, maar het is nu heel belangrijk. De bewoners eten ook niet meer in de refter, maar op hun kamer. Becky mist vooral de activiteiten in het centrum, want er mogen geen vrijwilligers meer binnen. Ik hoop dat het coronavirus voor heel snel voorbij gaat, omdat ik dan terug naar school kan. En dan kunnen wij nog terug spelen, terug activiteiten doen. Of er al mensen ziek zijn geworden in het centrum, wil Fedasil niet zeggen. En dan gaan we nu naar Parijs, waar de inwoners overdag niet meer mogen joggen om de drukte op straat tegen te gaan. Sinds vandaag zijn alle sportieve activiteiten in de Franse hoofdstad overdag verboden. Een extra maatregel nog in de strijd tegen het coronavirus. Wie wil joggen, mag dat alleen nog doen in de vroege ochtend of 's avonds. Parijs is de eerste stad in Frankrijk die zover gaat. Dit zijn beelden uit Parijs van afgelopen weekend. Ondanks allerlei lockdownmaatregelen trokken veel Fransen en vooral joggers de straat op om van het mooie weer te genieten. Vanaf vandaag ziet de realiteit er wat anders uit. Op enkele uitzonderingen na zien de straten van de Franse hoofdstad er leeg uit. Dat stelt de Vlaamse Geraldine van der Kamme vast. Kijk, op dit plein gisteren waren er heel veel mensen aan het lopen. Nu, dit kan sinds vandaag niet meer. Tussen 10 en 7 mag er helemaal niet meer gelopen of gesport worden. De beslissing om de lockdown te verstrengen komt van de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. Ze hoopt met de maatregel de drukte op straat en in de winkels aan te pakken. Toch tonen mensen steeds meer respect voor de maatregelen. Wat me nu wel opvalt, is dat er heel veel mensen zijn die mondmaskers dragen. Deze 3 mensen die voor mij aan het wachten zijn, die hebben alle 3 een mondmasker aan. En in de winkel ook. Al het personeel draagt een mondmasker. Démission! Boze reacties waren er gisteren tijdens het bezoek van president Macron in Pantin, een wijk in het arme departement Seine-Saint-Denis in Parijs. Het departement is zwaar getroffen door het coronavirus. Bonjour à toutes et tous. Afgelopen weken vielen er ruim 60% meer doden dan normaal. Met zijn bezoek wil Macron de inwoners een hart onder de riem steken. Er zijn al meer dan 10.000 Fransen overleden aan de gevolgen van het dodelijke virus. Of de extra inzet in Parijs het verschil zal maken, moet nog blijken. De supermaan van afgelopen nacht geeft alvast een teken van hoop. En van Parijs naar Londen. In het Verenigd Koninkrijk heeft het aantal doden alweer een record bereikt. De laatste 24 uur zijn 938 Britten aan COVID-19 gestorven. De curve gaat steil omhoog. De gezondheidstoestand van eerste minister Boris Johnson daarentegen wordt wel beter. Johnson werd eergisteravond overgebracht naar de afdeling intensieve zorg van een Londens ziekenhuis. Maar volgens de minister van Financiën, Rishi Sunak, moet hij zeker nog 1 nacht op intensieve zorg blijven. The latest from the hospital is that the Prime Minister remains in intensive care, where his condition is improving. I can also tell you that he has been sitting up in bed and engaging positively with the clinical team. The Prime Minister is not only my colleague and my boss, but also my friend. And my thoughts are with him and his family. Uit Wuhan in China bereiken ons beelden van de eerste dag na de opheffing van de strenge quarantainemaatregelen daar. Burgers mogen nu na 11 weken opnieuw de straat op en ook de treinen en de bussen rijden weer.
De inwoners van Wuhan moeten wel een speciale applicatie installeren op hun telefoon, zodat de overheid op elk moment kan volgen met wie ze in contact komen. Middernacht op de klokkentoren in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Na 11 weken mag het slot van de miljoenenstad. En daar hoort een lichtshow bij. Vanaf nu mag er weer gereden worden en ook de luchthaven gaat weer open. Maar de inwoners van Wuhan moeten wel een speciale app installeren, zodat de overheid kan volgen met wie ze in contact komen. Tijdens de crisis in Wuhan werden verplegers en dokters uit heel China ingevlogen om er te helpen. Nu het coronavirus bezworen lijkt, mogen die weer naar huis. Dit hier achter mij is het tolstation in het oosten van Wuhan, richting Shanghai. Dit tolstation was dus 11 weken gesloten en nu voor het eerst weer open. Voor het eerst kunnen auto's hier langs de stad weer verlaten. Maar het is best rustig. Het blijkt toch dat veel mensen nog even afwachten voor zij Wuhan verlaten. Eerst kijken of de situatie volledig veilig is. De Chinese overheid wil met dit soort beelden aantonen dat het ergste achter de rug is. En dat de Chinese economie opnieuw kan opstarten. Want niet alleen de frank, ook de yuan, de Chinese munt, moeten rollen. We blijven nog even in China. Maar dan voor heel ander nieuws. In de zoo van Hongkong hebben twee reuze panda's gepaard. Op zich is dat misschien geen spectaculair nieuws. Waar het niet dat de twee dieren elkaar al 10 jaar kennen en samen zijn. En dit is dus de eerste keer dat ze elkaar hebben gevonden op deze manier. Of het iets te maken heeft met meer rust in de zoo in coronatijden, dat hebben we niet kunnen achterhalen. We zullen ook pas eind juni weten of het vrouwtje zwanger is. In elk geval is de eerste noodzakelijke stap in die richting gezet. Als je de straat op gaat, dan lijkt de wereld soms stil te staan nu. Vooral in de steden is het verschil tussen het leven voor corona en nu opmerkelijk. Onze ploeg rijdt in 10 dagen dwars door België en bestudeert hoe u zich aanpast. Straks deel 3. Eerst voetbal. De licentiecommissie die heeft vandaag beslist over de licenties voor volgend seizoen. En daar is verrassend nieuws uitgekomen, Katrien. Ja, het was even schrikken toen we het vernamen, Wim. Topclub Standaard grijpt naast een licentie. Standaard kan, net als de anderen die vandaag geen licentie kregen, de beslissing wel nog aanvechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het BAS. Maar Standaard dreigt wel degelijk te degraderen naar tweede amateur. In eerste klasse A vallen Oostende en Moeskroen ook nog uit de boot. In eerste klasse B zijn er 4 slachtoffers, waaronder Lokeren. Het verdict voor Standaard is heel streng. De licentiecommissie zet de Luikenaars terug naar tweede amateurklasse met een puntenaftrek van 3 punten en ze mogen niet Europees voetballen. Reden is onder andere onduidelijkheid over het al dan niet uitbetalen van meer dan 1 miljoen euro aan tekengeld aan enkele spelers in de maand februari. Dat KV Oostende geen licentie krijgt, was wel te verwachten. Bij gebrek aan akkoord tussen de Amerikaanse investeringsgroep en Mark Koeken, de eigenaar van een tribune, zit de overname muurvast. En dus richt KVO zijn pijlen op het licentiedossier van Anderlecht. Oostende vindt dat Koeken als huidig voorzitter van Anderlecht nog te veel invloed heeft aan de kust. Mark Koeken dient te worden beschouwd als een verbonden entiteit met KVO. En men kan geen verbonden entiteit zijn van twee clubs, niet zowel van KVO als van Anderlecht. En wij gaan het dossier, zoals dat wij het ook verdedigd hebben voor de licentiecommissie, nu ook aanhangig maken voor het BAS. Maar dan in het kader van een verzet tegen de licentie die aan Anderlecht is gegeven. En met Moeskroen vist nog een derde club uit 1A achter het net. Zowel Standaard als Oostende als Moeskroen vechten de beslissing van de licentiecommissie wel aan bij het BAS. Dat moet voor 10 mei een oordeel vellen. In 1B is er negatief advies voor Sporting Lokeren. De club kampt met een nakend faillissement en vindt maar geen overnemer.
Ook drie andere clubs uit 1B hebben geen licentie gekregen. Het gaat om Virton, Lommel en Roeselare. In totaal krijgen 7 ploegen dus geen licentie. Zo wordt een speelbare formule voor 1A en 1B bedenken misschien nog een stuk moeilijker dan het al was door de voortijdige stopzetting door de coronacrisis. Zoals in veel andere landen is er nu ook in het Belgisch voetbal een centrale spelersraad opgericht. Daarin zitten 15 vertegenwoordigers uit clubs van eerste klasse A en B. De nieuwe raad wil wegen op alle beslissingen die profvoetballers aanbelangen. Want daar is nood aan, dat blijkt in deze coronacrisis. Het zijn zeker niet de minste namen. Simon Mignolet van Club Brugge, Hendrik van Krombrugge en Vincent Kompany van Anderlecht, Vadis Ojija van Gent. In totaal zijn ze met 15. De spelers die alle profclubs zullen vertegenwoordigen in een door spelersvakbond Sporta opgerichte spelersraad. Die raad wil een rol spelen binnen de beleidsorganen van de voetbalbond. Concreet willen spelers niet langer een speelbal zijn van hun clubs, zoals dat in crisistijden als deze wel eens vaker gebeurt. Zo werden spelers van Standaard die niet akkoord gingen met het inleveren van hun loon verplicht in technische werkloosheid te gaan. De Pro League, de vereniging van profclubs, reageerde alvast enthousiast en wil snel een eerste onderhoud vastleggen met de spelersraad. Vreemd is dan weer dat niemand bereid bleek om verdere commentaar te geven bij dit initiatief. Naar Nederland dan. Het zou wel eens kunnen dat daar na de lockdown dan toch wordt voortgevoetbald. Als de overheid het toelaat, beginnen de matchen weer vanaf half juni. De clubs bereikten een akkoord daarover. Hoewel vorige week toppers als Ajax, AZ en PSV nog, net als bij ons, de competitie wilden stopzetten. Vorige week zag het er naar uit dat men in Nederland niet meer wou voetballen dit seizoen, zoals bij ons. Maar de Nederlandse Voetbalbond volgt het idee van de topclubs niet en wil toch doorspelen. Vooral het dreigement van de UEFA dat sancties zou opleggen bij het niet afmaken van de competitie heeft in Nederland toch wat indruk gemaakt. Ik denk dat ze in Nederland daar misschien een beetje angstig voor zijn. Maar aan de andere kant is het ook zo dat zij wel ook de overheid graag willen volgen. En als er dan nog, ook al is die kans misschien klein, een kans bestaat dat je de competitie uit zou kunnen spelen, ja, waarom zou je die dan niet nemen? Dus dan kun je net zo goed ook nog een paar weken wachten. Dus ergens snap ik dat ook wel. Concreet wil men half juni al beginnen spelen en dan moet er ook half mei al begonnen worden met trainen. Maar of dat mag is ook niet duidelijk. Ook voetbal zonder publiek is verboden tot 1 juni. Of dan het trainen tot 1 juni moet, dat zou ik moeten nakijken voor ze. Maar ik heb het gezien dat ze ook vanaf half juni weer willen beginnen. Wij gaan in de week voor 28 april vertellen wat we gaan doen met de maatregelen vanaf 28 april. Misschien kunnen we dan ook iets zeggen over dat verbod tot 1 juni. Maar ik kan er niet vooruit lopen. Het is echt het risico nu voor de KNVB. En zij zullen dat zelf met juristen moeten checken of dan trainen wel of niet mag. Ja, maar dat kan ik hem wel vertellen. Dat is heel duidelijk. Dat was tot de aprildatum en niet tot de junidatum. In Nederland willen ze heel graag voetballen. Maar hoe groot is die kans in de realiteit? Niet zo groot, nee. Ik denk toch onder de 20%, denk ik. De voormalige stervoetballer Ronaldinho heeft de gevangenis in Paraguay mogen verlaten. De Braziliaan is samen met zijn broer overgebracht naar een luxe hotel in de hoofdstad Asunción. Hij heeft een borgsom van ruim 1,5 miljoen betaald en blijft de komende dagen in het hotel onder huisarrest. Ronaldinho is begin maart opgepakt. Hij kwam toen met een vals paspoort Paraguay binnen. Zijn paspoort was hem in Brazilië afgenomen nadat hij een boete niet betaald had. Een zware boete van 2 miljoen vanwege een bouwovertreding in natuurgebied. Ronaldinho riskeert tot 5 jaar cel. En al dat checken daar bij de balie, dat was vanwege corona. Absoluut, dat verwondert me niet. Dankjewel, Katrien. Wereldwijd duiken op sociale media foto's op van verlaten straten en wijken. Vooral in de grotere steden, ook bij ons, levert dat soms unieke beelden op. Onze ploeg rijdt 10 dagen lang dwars door België om die unieke beelden vast te leggen. Maar we leggen tegelijk ook vast hoe u zich tijdens deze paasvakantie aanpast. En we zijn vandaag in Oost-Vlaanderen.
Dit is onze route vandaag. We starten in Gent, stad van 260.000 inwoners, waar wat afleiding, zeker nu in de paasvakantie, erg welkom is. De watersportbaan is meer dan eens de ideale uitlaatklep. Even de beentjes strekken samen met de zoon. Een paar kilometers gaan fietsen op het gemak. Ik ben sportief, mijn fitness is dicht, dus ja. U komt hier elke dag fietsen? Elke dag. 'S morgens, elke dag. Jullie houden zelfs nu een beetje afstand, hè? Ja, mijn dochter is daar zeer strikt. Zeer moeilijk voor haar. Ik heb daar net al een zo even gedaan en ze vond dat niet zo tof. Ik loop absoluut meer nu in coronatijden dan daarvoor. Hebt u het gevoel als u zo rondloopt dat er meer gejogd wordt dan... Absoluut. Zonder enige twijfel. We rijden naar het centrum van Gent. Alsof de wereld stilstaat. Het leven speelt zich nu voor een groot deel achter glas af. Mevrouw, wat bent u aan het doen? Ik ben mijn schoenen aan het wisselen. Omdat hier door de duur van de zon ligt. Dus de linkerkant hier aan de rechterkant wordt gewisseld. En hoe vaak doet u dat? Wekelijks. Het is ook fijn om eens dichter bij iemand te komen dan die anderhalve meter, hè? Okay. Zonder gevaar. De meeste winkels zijn dicht, maar enkele inventieve winkeliers blijven toch verkopen. Mensen zien onze kledij, scroll, 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 foto's. En dan krijgen die een toppakket. Dus mijn man gaat dan koerier gaan spelen. Als de kledij niet wordt aangekocht, dan komt hij terug naar hier. Die kampeert hier dan even in de doos. En dan hangen we dat op ons coronarek. En dan stomen we dat nog een keer extra uit. Dus daar gaan echt een paar dagen over. Wat verder in de Burgstraat dit fraaie voorbeeld van ondernemerschap. Ik heb een wijnbar en de mensen kunnen niet meer tot bij mij komen. Dus ik breng eigenlijk de wijn tot bij de mensen. Ik kan 20 flessen in mijn rugzak steken en dan transporteer ik met deze motor. Maar als ik echt grote bestellingen heb, dan neem ik tot 40 flessen wel mee. En dan heb ik een motor met bakken op. We verlaten Gent. We gaan naar Wetteren. Niet de terrassen, maar banken op de markt trekken het volk aan. 3 bevreemdende dagen zijn we onderweg nu. Morgen pikken we terug in Aalst. Vannacht brede opklaringen, minima tussen 6 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig lenteweer en na de middag wat stapelwolken, maxima rond 22 graden. De eerste Vlaamse woonzorgcentra hebben van de overheid materiaal gekregen om hun bewoners en ook de verzorgenden te gaan testen op corona. 85 centra krijgen alles samen 11.000 testkits. Minister Beke heeft intussen een 10-puntenplan aangekondigd voor de woonzorgcentra. En dat was het voor nu. Een heel mooie avond gewenst nog. Wat zit daarin? Daar zit daar eigenlijk een mondmasker in, een schort. En dan heb je de kit zelf waar dat dan handschoenen in zitten. En eigenlijk de testkit zelf. Hoe is het met de collega's? Ja, niet makkelijk. Ja, waarschijnlijk. Eigenlijk vrij snel, op 20 minuten, hadden wij iemand van het kabinet van minister De Bakker aan de lijn. Om te zeggen, die testen waren niet voorzien om bij jullie te leveren vandaag. Maar aangezien jullie al zoveel organisatorische voorbereidingen hebben gemaakt, zullen wij vanavond tussen 19 en 20 uur die testen nog laten leveren. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.